We zijn hier bij de gebruikshondenvereniging Op Meer om eens een kijkje te gaan nemen hoe het is om je hond een net gedrag aan te leren. Niet terug, ja, achteruit. U bent de instructeur, ja. Zoals we zien. Ja. En wordt een hond nou niet agressiever in principe door dit soort trainingen? Nee hoor. Maar bij ons worden ze veel rustiger, kalmer. Heel kalm worden ze. De mensen denken dat ze agressief worden. Een afgerichte hond moet ze zogenaamd agressief zijn, dat is hij niet. Een afgerichte getrainde hond is rustig, is kalm. Doet alleen wat je zegt. Het is, als we het goed begrijpen, gewoon meer een training om de hond netjes te leren luisteren. En niet echt om hem waaks te maken, wat een hoop mensen het idee van hebben eigenlijk. Nee, de meeste honden zijn wel waaks. Die honden die thuis zijn, als het nou kleintjes is of een grote, dat maakt niet uit. Die verdedigen altijd een huis wel, bewakerig rustig. Dit is gewoon appel leren, gewoon leren netjes te lopen, te zitten, af. Die staanoefeningen en alles heel rustig en kalm. En in groepsvorm. Voorwaarts, vast! Met een examenlopen zijn er veel meer mensen te kijken. Rechtsomkeer. Er zijn er meer gevorderde honden. Ietsje verder dan die eerste groep. Zo, rechtsomkeer. Krijgen ze na afloop van de cursus nog een bepaald diploma of is het gewoon meer voor de hobby? Nou, voor sommigen is het voor de hobby en voor een gedeelte die echt naar een africhtingsdiploma toe werken. Dat is wel de bedoeling. Ho! Oh. Apport! Nou. Als we mensen langs deze hondenclub rijden, dan zien we die rare tankjes eigenlijk staan, om het zo te zeggen. Kun je me vertellen wat voor het dient? Ja, dat zijn verstekken. Dan gaan die honden, je moet het zo zien, de dingen recht overeind staan, weet je wel. Die staan dus. En in een van de zes gaat dus die pakwerker zitten. Die man met het leren pak aan, die hond waar wij die honden heen sturen. Nou is de bedoeling dat die hond dus niet weet waar hij in zit. Dan loopt er eentje van voor naar achter met die hond en die stuurt hem naar die verstek toe. Dan zegt die commando rivier. Moet die hond de keurig netjes omheen gaan, stuurt hij hem naar de volgende. Daar moet hij ook weer omheen gaan, stuurt hij hem weer naar de volgende. Net zolang, want in een van die zes verstekken zit die pakwerker. Dan vindt hij hem, moet die hond ervoor gaan zitten en moet hij enorm gaan blaffen. Hij mag er niet invliegen, mag dus die man niet pakken. Wat hij trouwens wel doet hoor. Maar ja goed, dat moet er even uitzien te werken. Maar het is gewoon een kwestie van zoeken. Hij moet ook onder commando van de een naar de ander, van links naar rechts. Tot je die man gevonden hebt, ervoor zitten gaan en dan aanblaffen. Dan heb je hem gevonden. Je bent hier aan begonnen als een soort hobby want het lijkt me toch niet zo denderend om een grote hond op je af te zien te komen rennen? Nou, in eerste instantie is het ook wel gevaarlijk en het is pure liefhebberij natuurlijk. Maar je bent eraan, hè. Als je een stuk of 10 hondjes hebt gehad, dan zie je die angst niet meer. Jolanda, jij bent medewerkster van deze hondenclub. Als mensen hun hond hier willen komen laten trainen, bij wie moeten zij hun eigen melden dan? Bij de voorzitter van de vereniging. En die kun je dan het beste bellen. En dat is 022 63 32 28. En die kan alle informatie verstrekken. Nou, dit is hoofdzakelijk IPO-trainingen. En dat houdt in dus het speuren, het pakwerker en het appel lopen. Maar er zijn hier natuurlijk ook een heleboel honden vanuit de buurt die gewoon hun hond iets bij willen brengen. En die een aantal maanden hier trainen en dan op een gegeven moment zeggen van nou, mijn hond ken het, ik kan hier niet, ik wil hier niet meer verder. En die stoppen er dan weer mee. Het is ook gewoon eigenlijk voor de opvoeding van de hond. Maar je kan ook een hele hoop diploma's behalen. Apport! Oh! De mensen hebben we gezien, die vinden het erg leuk om met hun hond te trainen. Maar nu het commentaar voor de honden zelf. Je ziet het, ze vinden het erg leuk.